Van harte welkom bij weer een nieuwe video. Gezellig dat je weer kijkt. En ik wil je in deze video even meenemen gewoon in een aantal creatieve dingen waar ik mee bezig ben. Is het achter de schermen? Ja, nee, niet echt helemaal, want het zijn geen dingen die in de shop of voor Studio Wollig en Stoffig per se zijn. Maar eigenlijk meer voor mezelf. Dus ja, gewoon wat voor creatieve dingen doe ik nou op mijn vrije dagen bijvoorbeeld. Want dat is wat ik nu heb. Ik heb een lekkere vrije dag. Dus wat ga ik nou doen? Nou, dat ga ik je in deze video laten zien. Ik geef je gewoon wat creatieve inspiratie. Ik denk dat dat nooit kwaad kan. En om te beginnen heb ik al wat armbandjes zitten maken. Namelijk deze armbandjes. Want ik wilde namelijk een wat armbandjes maken die matchen bij mijn outfit die ik dan draag. Nou, laat ik je even zien waar dit op geïnspireerd is. Namelijk op deze rok. Die heb ik van de week in de uitverkoop gescoord. En ik ben er heel blij mee. Hij zit echt super lekker. En hij is heel leuk. Wacht, ik laat je heel even zien hoe dit zo leuk matcht. Ik vind dat dus helemaal leuk. Dus ik ben heel blij met deze armbandjes. En de volgende keer als ik deze rok weer draag, dan heb ik deze leuke armbandjes om daarbij om te doen. Nou, vind ik leuk. Nu heb ik natuurlijk pas geleden deze nieuwe top gemaakt. Daar heb je als het goed is ook een video over gezien. Nou, hij is helemaal lekker gewassen. Hij ruikt heerlijk. Hij is klaar om gedragen te worden. En hoe leuk is het als ik hier nou ook een matchend setje armbandjes voor maak. Ik vind dat gezellig. Ik vind dat leuk. Dus daar heb ik zin in om te doen. Dat heb ik zin in. Daar heb ik zin in. Daar heb ik zin in. Ja, daar heb ik zin in om dat te doen. Dus ik heb hier al mijn kraaltjes liggen. En ik ga eens kijken wat ik daarbij kan maken.
helemaal gezellig. Ik heb hem aan elkaar gemaakt met een ringetje, zodat het ook echt een setje is. Nou, en het matcht omdat je een beetje dezelfde soort kraaltjes hebt gebruikt. En dan nog een leuk bedeltje eraan. En dan is het helemaal leuk. Vraag me er nu al op om hem te gaan dragen. En nu ga ik eerst even wat huishoudingen doen, want dat hoort er ook bij op een vrijdag. Er zit al een was in de wasmachine. Ik heb al boodschappen gedaan vanochtend, maar ik moet ook nog echt even beneden stofzuigen. Dat is ook wel even nodig. Dat heb je als je 3 katten hebt natuurlijk. Dus dat is wat ik nu ga doen. Even huishoudingen en dan als ik weer rustig ergens ga zitten en wat creatiefs ga doen, dan laat ik het je weer zien. En het is weer een nieuwe dag. Een nieuwe vrije dag. Een nieuwe dag in mijn weekend. En ik ben weer lekker aan het haken gegaan. Ik ga een mandje proberen te haken. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Het is een beetje freestylen, maar ik denk dat ik het wel de basis een beetje snap hoe dat het werkt. Dus een mandje haken, want daar gaat deze dan in. Is toch te cute ook. Te cute. Maar in ieder geval, dus dat leek het me heel gezellig als je dan zo'n mandje hebt met zo'n konijntje erin en misschien nog iets anders gezelligs erin. Een soort van een happy bag of zo. Weet je wel? Nou, het is misschien ook wel een beetje een idee voor Studio Wollig en Stoffig. Maar ik wilde het ook in ieder geval voor mezelf maken. Dus dat is het idee van vandaag. Een mandje dus gaan haken voor dit schattige konijntje. En dan wil ik ook nog aan de slag met een ander project. Maar dat ga ik niet filmen. Want dat is voor een andere video. En ja, dat ga ik gewoon nog niet laten zien. Dat is natuurlijk een verrassing, hè. Maar goed. Maar de tweede creatieve activiteit van dit vrije weekend is dus haken. En daar heb ik heel veel zin in. Dus ik heb al een hele leuke armbandje gemaakt. Had je natuurlijk net al gezien. En dan nu dit mandje. Het lijkt me helemaal te schattig. Dus dat is wat ik nu ga doen. En ik zie, het zit een beetje op een bijzondere plek. Je hebt mij hier nog niet eerder zien haken. En dat klopt. Want ik zit hier eigenlijk ook bijna nooit om te haken. Maar zo'n lief is ziek. Die heeft een keelontsteking. Heeft geen stem, kan alleen nog maar fluisteren. Dus die ligt ziekjes op de bank, zielig te zijn. Nou ja, ook wel een beetje terecht, want het is natuurlijk wel heel vreemd als je je stem kwijtraakt. Maar, dus die zit beneden, of ligt beneden op de bank. Ligt motorrace te kijken en te slapen. En een beetje motorrace te kijken en een beetje thee drinken, een beetje dat. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon even lekker boven zitten. En dan heeft hij geen last van mij, ik geen last van hem. En dan kan ik lekker even haken. Dus dat. Dus daarom zitten we op deze locatie. De reden waarom ik totaal make-uploos heb en ben en bijna geen wenkbrauwen heb. En dat is dus de reden waarom ik mijn wenkbrauwen in ieder geval teken. Is omdat ik dus gewoon bijna geen wenkbrauwen zichtbaar heb. Ik heb wel wenkbrauwen. Er zitten haartjes. Maar ze zijn zo licht dat je ze dus bijna niet ziet. Dus, maar goed. Ben je weer even op de hoogte. Dag 2 van dit creatieve weekend. Nou, dit is op dit moment de huidige situatie. Ik snap het, hè. Het is nog geen mandje, maar basis is gelegd. Oh, kijk dan even. Dat wordt toch heel cute. Ik denk dat dat heel leuk wordt. Maar goed, ik ga nog even verder raken.
even hoe schattig dit is. Dit is een leuk zakje geworden. Dan kun je dan iets persoonlijks in. Serieus, Sjaak? Ja? Ja, Sjaak vindt hem ook leuk. Nou ja, goed. Anyway, ik vind hem heel schattig geworden. Ik ga nog eens even bedenken of ik er nog iets bij kan verzinnen. Of dat dit zo compleet is. We will see. Maar goed, dit is in ieder geval missie accomplished. Nice. En toen was het weekend dus eigenlijk alweer voorbij. Het is inmiddels alweer avond. Het heeft net even lekker geregend. Dat was wel even lekker, dus nu staat alles even lekker tegen elkaar open. Maar goed, ik heb wel leuke dingen gedaan, maar ik heb niet alles gedaan wat ik graag had willen doen. Maar goed, ik heb wel hele leuke armbandjes gemaakt voor bij een aantal outfits. Daar ben ik blij mee. En we hebben natuurlijk dit te schattige mandje gemaakt met dit konijntje. Ik vind het een leuk item. Een soort happy bag. Happy bunny bag. Om bijvoorbeeld cadeau te geven aan iemand die gewoon even net een oppeppertje nodig heeft. Even een hart onder de riem. Doe hier een, iets leuks in een mooie edelsteen. Of een lief briefje. Of een, nou ja, zoiets. Gewoon iets waarvan jij denkt, dat is iets wat jij graag zou willen geven aan iemand. Misschien heb je het zelf wel nodig. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. En zou je dit leuk vinden om in de shop te vinden? Dus dat. En oh ja. En nou ja, ik stop nog niet helemaal met creatief zijn voor dit weekend. Maar ja, dat is een project wat ik je dus nog niet eigenlijk kan laten zien. Omdat dat een nieuwe video gaat worden. En een nieuw patroon wat ik aan het uitproberen ben. Zal ik je een heel klein stukje laten zien? Een heel klein stukje dan. Oké, dit is een heel klein stukje ervan. Nou ja, zoals je ziet, het is nog lang niet af, maar het idee wat ik in mijn hoofd heb is wel, zeg maar, zich aan het realiseren. Dus dit is wat je ook nog kunt gaan verwachten, maar daar ga ik denk ik vanavond nog even mee aan de slag, om dat verder vorm te geven en af te maken. En ja, weet je, zo'n weekend is altijd te kort. Ik heb altijd mega plannen waarvan ik denk, oh, dan ga ik dat nog doen en dat nog doen en dat wil ik doen en dat wil ik graag maken. Er zijn ook zoveel dingen op mijn wishlist die ik zou willen maken, maar gewoon tijd verdwijnt en inmiddels ga ik komende week 4 dagen aan het werk, 4 dagen in loondienst. Dat betekent dat ik nog iets minder tijd overhoud voor Studio Wollig en Stoffig, maar goed, het is voor een goed doel, want ik heb ook zoiets van als ik nu in loondienst even gewoon even voldoende ga verdienen, dan hoef ik me ook niet meer druk te maken over geld. Dat haalt ook een hoop stress weg en dat zal ook gewoon ruimte geven. En waardoor ik weer meer energie overhoud en meer tijd heb en zin heb om dan ook dingen te gaan doen. Dus het helpt elkaar, hoop ik. En ik hoop gewoon dat het ook tijdelijk is, omdat ik gewoon op de lange termijn, en dat weet je misschien dan wel, de droom heb om van Studio Wollig en Stoffig gewoon mijn fulltime baan te kunnen maken. Want dat zou echt magisch zijn gewoon. Maar goed, voor nu, ik ben heel content met dit te schattige item. Ik vind hem echt te leuk geworden gewoon. Het is gewoon super cute. En nou ja, deze vind je dan misschien binnenkort wel in de webshop. Als je het leuk vindt, laat het hieronder vooral even weten. Mocht je nou deze video ook leuk gevonden hebben, geef hem even een duimpje. Ik vind het onwijs leuk dat je helemaal tot en met hier gekeken hebt. Helemaal top. En mocht je altijd of vaker mijn video's kijken, mega bedankt. Alleen al met het kijken van mijn video's help je me al enorm. En steun en support je Studio Wollig en Stoffig. Dus daar ben ik al echt onwijs dankbaar voor. Ja, dan wil ik je eigenlijk nogmaals gewoon heel erg bedanken dat je kijkt. Dat je abonnee bent wellicht. Ben je nou nog geen abonnee? Abonneer je dan even gratis. Krijg je meer creatieve video's te zien van Studio Wollig en Stoffig. En van mij. En van dit schattige mandje met konijntje. Heel cute. Anyway. Dankjewel en ik zie jou heel erg graag weer bij een volgende creatieve video. Dus dankjewel.